Ja, je moet maar de dwarsverbanden kunnen voelen en ook kunnen zien van wat trilling is, geluid. Wat geluid doet. Dat geluid een transportmiddel is. En dat het veel sneller gaat dan dat het geluid zich voortbeweegt. En dat dat geluid ook materie is. Het geluid bevoorraad kan worden door een intelligente kracht die wij hier emoties noemen. Die we bron noemen. Simpelweg door erin aanwezig te zijn, door de trillingen die het geluid al is, door de stemmen die erin zitten, de stemmen die het zijn, en mijn of jouw aanwezigheid in muziek, wordt alles anders. En dat zijn goddelijke holografische transmissies die er worden uitgezonden. Zo ook in het geluid wat de aarde raakt. De aarde wordt geraakt door geluid, kosmische geluiden uit andere dimensies. In die geluidsfrequenties, daar zitten allerlei holografische transmissies in van andere beschavingen. En wij roepen van waar zijn ze dan? Geluid is iets heel specifieks. En we moeten goed beseffen dat deze wereld waarin we leven, die een materiewereld nu is, zoals we het nu ervaren, afkomstig is uit allerlei verschillende frequentienetwerken. Er is niet één 3D-wereld. Deze driedimensionale wereld die we zo noemen 3D, deze werkelijkheid, die materie is, die is er omdat die afkomstig is uit allerlei verschillende taalvelden. Dat is zo geassembleerd, ontworpen. En daar liggen alle mogelijkheden in. Uit die taalvelden, uit al die frequenties, kan alles ontstaan. Degene die iets laat ontstaan, die daar een materiewereld uit laat ontstaan, is degene die de trilling bevoorraadt met de bron. Die de trilling bevoorraadt met het goddelijke, de essentie. Dus nog een keer weer, niet uit een boek, maar uit wie de personen, allianties, sterrenbeschavingen, volkeren, kosmische volkeren zijn. En er wordt heel veel door het experiment wat onze werkelijkheid is, wordt heel veel aan geluid bevoorraad door allerlei verschillende ideologische achtergronden, beschavingen. En er zijn heel veel strijdgroepen die willen dat wij worden zoals zij zijn. En als wij worden zoals zij zijn, als ik mijn eigen intentiekrachten niet inzet, als ik mijn eigen goddelijke essentie niet in de materie breng, dus in de frequentie van het licht en het geluid, als ik dat niet bevoorraad en ik word de frequentie van het systeem, dan ben ik eigenlijk een representant van hen. En zo switchen wij in deze wereld via vibratie tussen allerlei verschillende afkomsten. En hier heb je ook het shapeshifting fenomeen. Dat je kunt shapeshiften, wat we van vorm veranderen. Dus in de trilling verander je eerst. Dat je eerst helemaal een andere trilling wordt. En dan de trilling die jou vormt, die jou vult. De resonantie, dat je in feite een krijger bent van die beschaving. En zo wordt er geschaakt met de mensen op deze wereld. De mens is eigenlijk het anker van zichzelf kwijtgeraakt. En het is nu de tijd dat we daar dus weer instappen via onszelf. Maar er is een hele grote interdimensionale oorlog gaande. Vanuit allerlei verschillende hoeken. Tussen verschillende hele grote volkeren en beschavingen. Die niet de kracht in zichzelf in balans hebben. En hun eigen agenda's voorrang geven. En daarbij wordt niets ontzien.
Werelden worden overgenomen, werelden worden onder controle gebracht. Werelden krijgen dus de vormgeving. Er komt een tijd waar die mensen naartoe gaan. Mensen hebben dus dan ook gewoon een soort slachtofferrol in die wereld. Dat ze denken dat ze ergens heen gaan. En die trillingen die zijn ontzettend belangrijk. Want trilling schept vorm. Op het moment dat wij instappen in het koninkrijk van ons hart, in onze binnenste intelligentie, in een plat gezegd goed aardig mens zijn en in vrijheid zijn en ook in vrijheid naar andere mensen zijn, dan wordt die trilling via jouw bewustzijn in het veld een soort schild. Dat is het grote schild wat in boeken of in grote schilderijen getekend staat. De wachters van het licht, van het vrije bewustzijn. Hij, zij, of voorbij de hij, zij, die leeft vanuit deze kracht. Die is een bewustzijnstrilling, een rijk van jezelf, waar andere entiteiten hun trilling niet in kwijt kunnen. En daar zijn allerlei programma's ontworpen, dat die trillingen die bijvoorbeeld op persoon X worden afgeschoten en die is beschermd door het eigen licht, dus die kan die aanvallen wel voelen, dat trillingsveld wat niet wordt geabsorbeerd, wat niet in die persoon terechtkomt, manifest omdat die persoon zijn haar bewustzijn daar niet op afstemt, dat er wel een route is waar die trilling dan wel naartoe gaat. En die trilling die gaat dan altijd in een cyclus, in een directe cyclus, naar de persoon toe die dicht bij die persoon staat waar de poging op wordt ondernomen. Want als we jou niet kunnen treffen, dan treffen we wel iemand die jou kan treffen. En zo werkt het hier, dat moet je doorzien. Dit is geen angstscenario, is ook geen complot, is frequentiewetgeving. En laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk fantastisch bedacht. Het zit heel goed in elkaar. Want als ik in mijn schild, in mijn bewustzijn leef en ik word aangevallen op een persoon of via een persoon, de aanval gaat via een persoon die mij lief is, en dat kan even zo goed ook jij zijn, want jij bent mij ook lief. En daar zit dus geen verschil in. Dan kan het zijn dat jij mijn grootste tegenstander gaat worden om in mijn licht te kunnen staan. En dan is maar de vraag van wat ga ik doen? Buig ik? Of sta ik? En buigen is niks mis mee, hè? Het is niet dat als je buigt voor de chantage die de ander op jou werpt, omdat daar dus de aanval wordt uitgevoerd. Maar we moeten onszelf herinneren dat we daar niemand ten dienste mee zijn. Inclusief onszelf niet. Een trilling is een heel belangrijk transportsysteem. Een heel groot belangrijk transportsysteem. Daarom zei ik ook, ik ben niet logisch, omdat ik kan niet denken. Ja, mijn lichaam kan dat wel, maar ik kan niet denken vanuit wie ik ben op de manier van wat een betekenis heeft in deze wereld. Dus ik kijk op een andere manier naar de werkelijkheid, op mijn manier. Die is helemaal niet uniek, dat is gewoon mijn manier. Ik ervaar de werkelijkheid als een trillingsveld en ik neem het ook als zodanig waar. Ik zie dingen in kleuren, in getallen, niet in aardse getallen, maar in glyfs. Ik zie de wereld gewoon anders. En zo kijk ik ernaar. Daarom zie ik ook wat er gebeurt. En dat is dan puur wat ik voor mezelf weet, maar wat ik niet aan de ander mee kan geven. Maar ik zie dat er constant wervelingen zijn in ieder mens om de kracht in op te nemen van zichzelf. Dat is een soort organische werveling die in de mens is. Dus dat is de mens van oorsprong, dat is de binnenkant, zeg maar, een deeltje. Dat draait, en dat is nooit de draaiing. Het is een trillingsveld, maar ik noem het een draaiveld. En die draaiing die is nooit ook maar één keer hetzelfde. Nooit. En in die draaiing, in die trilling, dat is de bron van de persoon, daarin is ruimte om jezelf dieper te ontvangen. En goed naar jezelf te luisteren wat je wel of niet kan, wat je wel of niet wilt, wat je voelt. En in die trilling kun je ook het koninkrijk ontvangen. Ook van de wereld waar je vandaan komt en ook van andere werelden. En als wij daarnaar luisteren, dan is dat een trilling die door de geluidsvibraties heen, dat zijn zeg maar de lichttrillingen die we hier zodanig benoemen, de frequentievelden, die gaan daar doorheen en de manifestatie die eruit tevoorschijn komt, is er een die afgestemd raakt. Voorzichtig met woorden zijn, hè? Dus niet is, maar afgestemd raakt
op de diepste staat van wie jij in datzelfde, in dat moment bent. Dus trilling schept vorm, maar een vorm schept ook trilling of is trilling. Want als iets een trilling aan vibratie, een manifestatie wordt van de materie, dat is wat niet echt is, maar dat is wat we nu ervaren in deze wereld niet, maar in de wereld waar vandaan komt, is die trilling, is die materie er wel echt. In deze wereld is dat niet zo. Hier wordt het bij elkaar getrokken door een interpretatiesysteem van wat wij hier als lichaam ervaren. Maar voordat het fysiek een materiewereld is, een vorm heeft, is het altijd energie. En die trilling, die taal, die vraagt om assistentie. Dus we moeten werken in het veld van de frequentie. Oude taal, we moeten werken in de taal van de liefde, maar het gaat om jezelf. Dus niet liefde dienstbaar om een ander te pleasen, maar om de waarheid in jezelf overeind te brengen. En zo ontstaat er op dit moment een compleet andere materiewereld. Die wordt naar de voorgrond gehaald. En er zijn ook allerlei onderzoeken op dit moment gaande, allerlei buitenaardse beschavingen. Een hele grote wetenschappelijke, bewustzijnswetenschappelijke organisaties. Een enorm grote sterrennatie zijn dat. Die hebben zoveel kennis, die zijn zo groot, die hebben zo'n slagvaardigheid en die onderzoeken alles. En ze zien op dit moment dat de trilling van een andere materiële wereld die aanwezig is, dat die naar de voorgrond wordt gehaald. En die zal in de aankomende tijd nog veel meer naar de voorgrond komen, naar gelang mensen, niet alle mensen op de aarde, maar naar gelang mensen op de aarde hier in deze werkelijkheid gaan luisteren naar hun allerdiepste staat van zijn. Want daarmee trek je de codes ook de matrix in. Dat zijn belangrijke dingen om te beseffen waar ook mogelijk jouw keuzes ook nog extra kunnen worden bekrachtigd. Dat je voelt van ja, naast al mijn eigen stukken heb ik ook een aandeel in het geheel. Kun je die vraag nog een keer stellen? Je hebt die trilling, zeg maar, die energie, die gaat een vorm in. En die heeft weer ook een eigen energieveld, trilling die uitstraalt. Is dat dezelfde trilling als de trilling die daarvoor was, dus die in de vorm gegeven? Het is in de basis dezelfde trilling als die voor iets wordt gebruikt, alleen wordt die wel vaak dan vergezeld door andere intelligentie. En dus wij zitten nu voornamelijk, deze werkelijkheid die wij nu ervaren, is voornamelijk het draconische bewind. Dat willen we helemaal niet zo horen, want ja, goh, het is toch een prachtige wereld. Het niveau waar we vandaan komen zijn de tegenstanders van de vrije wil. Niet per definitie kwaadaardig. Daar zijn ze te intelligent voor. Dus schep ook de omgeving waarin de wezens van oorsprong zich ook senang in kunnen voelen. Maar de werkelijkheid, zoals we hem ook gewoon moeten zien, moet geen valse hoop, gewoon vaststellen. Bij het vaststellen van wat je ziet, wordt ook het besef geboren van het koninkrijk, dat komt er dan bij in. Maar wat we nu zien is een voornamelijk vibratieveld, een oud veld van het draconische rijk. Wat ooit in deze wereld is gebracht en wat heeft geleid tot hele grote problemen. Maar het oorspronkelijke informatieveld van deze aarde, dus van deze werkelijkheid die wij nu ervaren, dat is een heel groot databank, frequentie van taalvelden van de Huargadiaanse beschaving. Dat zijn de hoofddesigners van het hele universum waar deze werkelijkheid in ligt ingebed. Je moet je voorstellen, en wij proberen te definiëren wat een provincie is. En dan komen we met z'n allen niet uit wat dat is. En nu hebben we het over een heel universum. Dus het inzicht is heel groot. Zij hebben een enorm scenario mogelijkheid gecreëerd, ontwikkeld. En binnen dat scenario mogelijkheid lopen allerlei infiltraties. Dus er is een brandstofveld. Ik moet vergelijken met wat wij dus voelen. Hè? Dus als wij genereren constant, schep je. Als je je bewust bent, schep je heel bewust energie. He, wij zijn energiescheppers. Daar had het vorige keer ook al over gehad, want dat is heel belangrijk hoor, om te beseffen. Jij schept energie. Dus dat zijn trillingen. Dat trillingsveld wat wij scheppen,
dat is wat ook op een andere manier kan. Er zijn intelligenties die scheppen, trillingen, maar niet vanuit de emotie. En de Hoegaardiaanse beschaving die deze werkelijkheid als hoofdontwerpers hebben opgericht om allerlei redenen, die hebben daar assistentie in gehad van duizenden, echt duizenden andere beschavingen, die uit allemaal verschillende richtingen en hoeken kwamen, uit allerlei andere dimensies kwamen, dus een hele andere evolutie ook hebben. Wezens die de vrije wil dragen, die hebben daar in hun delen van hun trillingstaal naar de aarde gebracht. En eigenlijk naar de Hoegaardianen gebracht. Dus er is niet een boom of een plant gebracht. Van nu brengen wij hier de bomen van onze wereld. Dat die ook bij jullie kunnen komen. Maar er is op engineering niveau, dus ontwikkeling niveau, zijn er trillingsvelden. Dus brandstofvelden in trilling zijn er gebracht bij de Hoegaardianen. En de Hoegaardianen hebben dat in hun laboratoria, in een andere dimensie, hebben ze dat als levende, want dat zijn dus ook levende velden, hebben ze die velden hebben ze, die intelligenties hebben ze met elkaar laten communiceren. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. Dus bepaalde diersoorten, bepaalde plantsoorten, dat zijn dus de fysieke uitingen, daaronder de trillingsvelden, of die elkaar konden bevruchten, zeg maar. Dus de trillingen, de resonanties, of die elkaar complementair, als ze die elkaar aanvullend iets geven en ook met elkaar kunnen verbinden. En er waren ook flink wat trillingsvelden die elkaar niet konden benaderen. Die konden niet met elkaar communiceren. Dus dan werden bepaalde aspecten van die trillingen waar mogelijkheden uit ontstaan, die werden afgestoten. Het is eigenlijk een soort orgaandonatie. Hè? Dus dat je een frequentieveld implementeert in een ander. En dat gebeurt in grote laboratoria. Dat zijn hele grote laboratoria voor. En zo is deze wereld samengesteld door duizenden verschillende informatievelden. En het resultaat is deze werkelijkheid hier. Waarin hier bestaan bomen. In deze wereld hier bestaan bomen die nergens in het universum en in geen één koninkrijk bestaan. En die zagen we om en daar maken we een tafel van. Omdat het kan. En het is ook niet verboden. Maar als je het niet weet, dat is nogal wat. Hier zijn bloemen en planten en zaden in trillingstaal die nergens anders bestaan. En dat komt alleen maar doordat deze wereld niet alleen een samenvoeging is van allerlei andere experimenten en andere koninkrijken, maar ook omdat deze wereld geïnvaseerd is. En door de invasietrillingen zijn er ook nieuwe soorten ontstaan. En die nieuwe soorten die er zijn ontstaan in trillingen, trillingsoorten, frequenties, andere dimensies, intelligentie, is er ook een soort van een heel ander mens, zijn ras in deze wereld ontstaan. En het mensenras wat in deze wereld hier nu is, en daar zijn wij ons dus langzamerhand een beetje versneld bewust aan het worden, is dat de mensenras hier op deze aarde, bovenop de vaardigheid die ze van oorsprong in zich draagt als wezen, ook nog eens multivaardigheden heeft en taal kan spreken, waarmee ze in contact kan treden met alle ordes die de vrije wil ondermijnen. Ik ga hem dus iets anders vertalen. Er zijn nagenoeg, er zijn wel pogingen en hele grote organisaties, maar ze kunnen de taal net niet spreken. Er zijn nagenoeg geen vertalers, geen wezens, geen intelligentie elders die alle talen in de detail van alle andere ideologisch richtinggevende wezens, dus afwijkend van de vrije wil, kunnen spreken. En als er in boeken staat dat op aarde iets bijzonders aan de hand is, gaat het niet zozeer om de aarde, maar het gaat meer om het experiment van de Hoegaardianen, waar wij nu een onderdeel van zijn. Dat is ook waarom wij zoveel verschillende talen kunnen spreken in ons dagelijks leven. In bewustzijn. Boom, en je snapt een ander. Zelfs de duistere kant van de ander, met je verstand, dat je zegt dat mag je niet denken, boem, dat kan je ook snappen. Daar ben je. Alle emoties in de plus en de min en alles wat ertussenin zit, boem, kan je snappen.
kan je zo lezen. En dat is niet, zoals veel mensen denken, oh, dat is een verbinding van alleen de bron. Nee, dat zit eronder. Maar er is hier iets, in deze dimensie, is er hier iets ontstaan, wat een nieuw ambassadeurschap in de kosmos is. En daar wordt al heel veel jaren over gevochten. En degenen die daarover vechten, dat zijn degenen die niet willen dat jij je ambassadeurschap, je ambassadrice zijn, je ambassadeur zijn, inzet. En dan met die vaardigheden eronder, van de kracht dat je dingen gewoon in elk moment zo uit kan zetten. Stop, stop, rust. En alles valt naar nul. En dan ook nog kunnen begrijpen met je oren en je hart wat er door die andere intelligenties die bevoorraad zijn in de trillingen van deze werkelijkheid gezegd wordt. Wie ben jij eigenlijk? Het is maar nu hoe je er naar kijkt. Er is zoveel over te zeggen. Het past echt gewoon niet in 20 dagen ook niet. Het gaat gefragmenteerd. Er is zoveel over te zeggen. De vraag wie ben jij eigenlijk is een hele legitieme vraag hoor. Als jij denkt dat je die derde persoon bent, driedimensionale persoon die een beter leven kan hebben, dat ben je. En dan kom je erachter dat je dat niet bent. Dan kom je erachter dat je een bronkracht bent. Dat klopt, dat is de basis. En ook de hoofdwaarheid. Je bent een bronwezen, want je komt hier. Maar nu dat je hier bent, heb je ook te maken met een heleboel andere variabelen. Die allemaal direct verbonden zitten aan het experiment, aan de grote invasies, de manipulaties, de machinetaal van allerlei intelligenties. De bombardementen die plaatsvinden. In de trillingen door middel van bevoorradingen van holografische inserties. Via die trillingsvelden die ook nog eens een keer bij ons komen. En dan moet ik toch wel heel, derhalve toch wel heel eerlijk zeggen van, goh, op dat niveau van dat ik nu hier eenmaal in de wereld ben, hier, ben ik niet alleen het bronwezen. Er zit nog iets extra's. Dus en een deel van deze wereld, en ik ben een bronwezen. Maar doordat ik in deze wereld ben als bronwezen, en al die verschillende processen die hier zijn, waar bijna nooit iemand over, zich over buigt, ben ik nog zelfs veel meer dan dat. Dit stuk wat ik nu heb verteld, is dat de mens de enige trilling, ik ga het voorzichtig zeggen, lijkt te hebben om te kunnen communiceren met alle gevallenen, zoals wij noemen dat de gevallen rassen. Niet omdat ze niet sterk zijn, niet omdat ze niet eerbiedig zijn, in de zin van dat wij ze niet eerbiedigen. We hebben er geen oordeel over, maar we noemen het gevallen omdat ze gevallen zijn uit hun eigen kracht. Doordat ze dat elkaar allemaal steeds meegeven. Dus de groepsdynamiek, wat je hier op de aarde ook ziet. Ook binnen het werk wat ik doe, zie ik dat af en toe. Daarom zeg ik ook van hop, eruit. Dat dat ook een heel belangrijk punt is om te gaan beseffen dat er vanuit een ander niveau naar de soort mens wordt gekeken die wij zijn. Dus de stilte die er is, dus niet inmenging, een non-interventiebeleid vanuit de koninkrijken en de werelden die niet uit koninkrijken komen, maar opgerichte werelden zijn en de vrije wil volledig respecteren, dus ook heel hoog ontwikkelde realiteiten, die zijn heel bewust afzijdig. Omdat ze hun handen niet willen branden aan de mogelijkheid dat het nu dat jij hier bent, om deze ervaring te hebben en te begrijpen hoe het is voor een moordenaar om opgesloten te worden in een cel die bloed aan zijn handen heeft, dat je toch begrijpt wat die persoon van binnen is en dat het niet alleen via de bron is, maar dat je ook in één tel, ploep, zo die frequentie van die persoon kunt spreken, dat is een heel bijzonder iets. Het ligt heel dichtbij een bronvermogen. Maar als het allemaal zo simpel zou zijn dat we alle talen zouden kunnen spreken op alle niveaus, dan hadden we dit dispuut in de kosmos al lang opgelost. Dus het is heel bijzonder wat hier gebeurt. En we moeten dus goed beseffen dat als die man die reageert op die muziek, dat hij begint te huilen. En ik trek hem eventjes gewoon naar mezelf toe. En ik weet helemaal niet of het klopt wat ik zeg, maar zo voelt het voor mij. Ik ben overal heel erg genuanceerd in dit soort dingen. Ik weet dat dat met mij te maken heeft. De waarde die ik heb in het moment, de uniekheid van die man, de manier hoe ik naar hem kijk en hem echt zie van wat een uniek moment dit is dat hij daar is. Hij is zo hartelijk welkom
in mijn beeldscherm. Hij hoeft ook niet precies voor me te staan. Hij kan ook aan de andere kant van de wereld zijn. Dus zeer welkom. Dat is een bewustzijnswelkom. Dat bevoorraadt die trillingen, waardoor die trillingen in de materie terechtkomen. Weet jij waarom geluid verdwijnt? Daarom. De audiowetgeving klopt niet. Waarom verdwijnt geluid? Omdat het wordt geabsorbeerd door de materie. Wat gebeurt er als jij de waarheid gaat spreken? Welk geluid maak jij dan? Welke gouden taal wordt er gesproken? Welke gouden taal wordt er gesproken? De taal van de emotie. En die wordt opgezogen, die wordt geabsorbeerd door de materie. En de materie is trilling. Hij komt erbij. Dat is het gesproken woord. En toen was het gesproken woord daar. En toen ontstond het koninkrijk. Het is niet zo moeilijk. Het is alleen dat we het vaak niet zien. Omdat we toch wel heel veel in het denkwerk zitten. En dan ga ik hem nog iets zwaarder en luchtig neerzetten. Met het gesproken woord. De verplaatsing van het koninkrijk en het hart. Is alles in één tel genezen. Is ontstoord. En toen sprak God. En die taal is wie jij bent. En het doet verrekte pijn soms in een wereld als hier om te voelen dat je het bent. En dat het lijkt alsof je het niet kwijt kan. En voor mij, voor mijn gevoel en wie ik ben, is het ook heel erg nodig om contact te hebben met mensen die dat ook in zichzelf voelen. En dat mag helemaal anders ervaren worden of verteld. Dat maakt niks uit. Het is een grote ontmoeting. Als je mensen zo op die manier in dezelfde trilling mag ontmoeten. Dus waarom heb ik het dan over kalibreren? Dacht je nou echt als mens dat je je kunt verschuilen? Gie, gie, gie. Ik zeg niks, hè? Taal, wat je uitspreekt, is overigens bijna hetzelfde als de dingen die je uitzendt met je bewustzijn. De golven van taal, die gesproken worden vanuit het waarheidsveld van jezelf, zijn dezelfde trillingen als die het brein uitzendt, als die luistert naar je hart, waardoor de, wat wij je pijnappelklier noemen, dimensionale frequenties gaat uitzenden. Dus afhankelijk van wat ik denk, afhankelijk van mijn programmering en overtuigingen, dat zijn alle dingen, als die allemaal weg kunnen, klik. Klik allemaal weg, klik weg, klik, 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 alles is weg. Hop, naar binnen, hè, naar binnen toe. Wat voel ik? Dan is de pijnappelklier is een transdimensionaal projectieveld. Het genereert frequenties. Hè, dus het is het uitvoerende biologische aspect van dit lichaam. Wat een onderdeel is van je oorspronkelijk lichaam. Is het een trillingsfrequentie wat informatie, bewustzijn uitzendt in draaggolven. Gevoed door het hart, dus de eigen bron, zendt draaggolven uit, frequentiegolven. En die frequentiegolven die worden uitgezonden, die niet alleen naar buiten gaan, maar ook door de dimensies naar binnen. Die draaggolven, dat zijn de oorspronkelijke watercodes van de werelden waar we vandaan komen. Daar ligt het in opgeslagen. En die trillingen die we uitzenden, die worden krachtiger naar gelang wij de waarheid uitspreken. Dus de woorden worden gevoegd in de trilling van wat je uitzet. Het lijkt bijna een soort goocheltruc. Hè, dat je iets doet en vervolgens noem je het ook op. Maar het wordt gevoegd, het woorden worden geabsorbeerd in die trillingen en komen in de materie terecht. Worden opgetrokken in de materie. Dus... Het beeld van de trilling die jij uitzendt. De trillingen die emoties zijn of gedachten van systemen. Dus of je voelt het zelf. Ik zeg altijd, nou ik voel liever niets. Als dat ik een systeem voel. Dat heb ik wel eens. Dat er even niets gevoeld wordt.
dat ik in een andere zone zit. Dan voel ik geen emoties. Maar ik zou op dat moment kunnen klimmen in matrix-emoties. En ik beslis, dat doe ik niet. Het gebeurt niet. Nul. Dan is het leeg. Dan is er wel een trilling natuurlijk, want dat is het nulpunt. Die trilling die jij uitzendt, daar gaat het om. Die trilling die naar buiten wordt uitgezonden, die frequentie... dat zijn informatievelden die net als water... verbinding leggen met precies zo'nzelfde veld. Dus een kleine waterdruppel, een andere kleine waterdruppel... of een kleine waterdruppel en een grote waterdruppel... die vloeien in elkaar samen. Dus voordat ze met elkaar samenvloeien, is er dus al communicatie. Er is een bepaalde wet. Nou, hier is dat dan een wetgeving van de biologie. Maar natuurwetgeving. Maar op basis van bewustzijnswetgeving... is er een constante hoeveelheid communicatie tussen allerlei velden... die niet in elkaar zijn samengevloeid. En zo zijn er velden, dus werkelijkheden. Er zijn werkelijkheden in, dus in deze werkelijkheid waarin wij zijn... zijn er werkelijkheden zichtbaar, die kunnen zichtbaar worden... op het moment dat jouw trilling, dus jouw bewustzijn... en de niet geloven in wat ik vertel of niet geloven in wat een ander vertelt. Je moet echt wakker worden in het hier en nu. Ik ben hier. Dat die trilling, die andere mogelijkheden, dat die worden aangetrokken, eigenlijk aangezwengeld, in vibratie worden aangezet. Als de pijnappelklier, het informatieveld van het hart van jouw bron, worden uitgezonden. En dan gaan die twee communiceren. En wat je dan krijgt, is dat je in een andere verdieping van de werkelijkheid komt. Scenario's die op dit moment nu nog steeds heel erg veel op het andere scenario lijken, met kleine verschillen. Die kunnen wij vaak niet zien, maar we voelen wel dat er dingen veranderd zijn. Dus als iemand om je heen ineens beter wordt, dus die is ziek, heeft een verstoring en jij bent geweest... Jij bent langs geweest, je hebt iets gedaan. Dat je beseft, ja, ik heb dat niet gedaan. Want daar ligt de macht, hè. Ik heb dat niet gedaan. Er is iets gebeurd. Er is een verhuizing naar een andere verdieping. Een ander scenario is aangesprongen. Dus een iets andere werkelijkheid. Dit zijn dus de parallele realiteiten van de Hoergaardiaans experiment. Van deze de wereld. Er is een iets ander scenario aangesprongen. En in dat scenario is die persoon niet ziek. Maar er is geen sprake van genezing. Want dat scenario waar die persoon niet ziek is... daar is die persoon nooit ziek geweest. Dat is wat de kracht is die door ons heen wervelt, wie we zijn. Dat is kwantummechanica. Dat zijn de parallele realiteiten waar wij mee te maken hebben. En dat draait om wat jij denkt, om wat jouw bewustzijn uitzendt. Nou, daar is zo in gesleuteld in dit stuk. Er is zo ontzettend in gesleuteld in deze wereld... dat mensen lijkt wel, als we hier besef in brengen... dat er ergens een verborgen ongeloof toch in zit. Omdat tot nu toe het effect daarvan nog niet is gezien. Tegenovergestelde effect wel. Dat namelijk dat we hier zitten. Dus dit gaat over jou. Trilling schept vorm. Dus naast deze werkelijkheid die wij nu zien... zijn er nog 40 miljard andere realiteiten. In elke nanoseconde. Zo is het ontworpen. In elke nanoseconde zijn er 40 miljard verschillende scenario's... die zich op jouw beeldscherm kunnen tonen. En bij de gratie van de afwezigheid van het bewustzijn van je zelfvoelende vermogen, je leiderschap, je balans, speelt steeds dat scenario bandbreedte met een heleboel andere mogelijkheden van het draconische rijk, speelt steeds de primaire rol. En als wij dus denken dat we daarin dingen willen verbeteren, dan zitten we aan het werk in die sectie. En daar moeten we niet aan werken. Wij hoeven alleen de intentiekracht te representeren. En dat haalt heel mooi in. Leef zoals je zegt dat je je voelt.
Doe je dat? Wie ben je eigenlijk op dit moment? Zit ik hier tegen een draconisch hoofd te praten? Doe jij jezelf nou voor als ik ben een lichtwerker? En ik heb het goede met iedereen en alles voor? Wil je het misschien gewoon denken? Zou het zo kunnen zijn dat we onze tegenstander lijfelijk ontmoeten, verstoffelijkt in het lichaam, zoals de Anunnaki-velden? Wie is de mens eigenlijk hier op de aarde? Waar ben ik in de naam der vrede in terechtgekomen? Het zit veel groter allemaal in elkaar. Het is echt enorm. En omdat het zo groot in elkaar zit, moeten we dus naar de eenvoud. En als we zeggen dat we naar de eenvoud reizen in onszelf, dan moeten we ook in overeenstemming komen met de diepste kern van onszelf, om die eenvoud ook echt te zijn. Daarom vraag ik steeds van, ja, wat een leugen. Kun je het zien? Durf je te zien? Durf je te zien dat in de kwantummechanische niveaus van de kosmos jouw leven voor een heel groot deel, hoewel dat erg aangenaam kan zijn, ten opzichte van de kronieken waar wij vandaan komen, één grote leugen is. Nou ja, en er zijn een hoop mensen die vinden dat niet leuk, dus die luisteren liever naar een spirituele lezing. Dat begrijp ik. Ik heb dat vroeger ook gedaan en voelde ik me zeer goed bij. Ja, heerlijk. Echt heel fijn. En verbinden met allemaal hele mooie dingen die ontworpen zijn door de draconiërs. Ik heb ze allemaal gezien. Ik heb al die programma's gezien. Ik heb de chakra's bestudeerd. Ik heb ook chakraopleidingen gedaan. Om te kijken wat er precies gebeurde. Wat het met me deed. Fantastisch. Wat was het een feest. Interessant en mooi en warm. Rustgevend. Met opgestegen meesters. Aartsengel Michael heb ik ook ontmoet. Nou, hij heeft mij ook ontmoet. Nee, maar ik kan ook jouw aartsengel Michael zijn, hè? Ja? Dat kan ook, hè? Want ik kan wel alles roepen en zeggen en doen. Maar als jij het niet laat zien in jezelf, dan ben ik ook een aartsengel, Michael. Weet je hoe bevrijdend dat voelt voor mij om dat te zeggen? Want al die claims en al die dingen, die projecties en al die gedachten, al die systemen er zijn. Ik ben dat niet. Ik ben jouw broer. En ik meen het vanuit mijn hart, vanuit de goede kracht. En ondanks dat er ook sporen door mij worden getrokken die best wel discutabel kunnen zijn, of lastig of vreemd, ja, dan is dat maar zo. Maar zolang het niks met jou te maken heeft, heeft het niks met jou te maken. Ik ga me toch ook niet druk maken om de dingen die er omheen, om jou heen draaien, die andere mensen zeggen. Wat maakt mij dat nou uit? Als mijn hart verbonden is met jou, dan is het toch klaar. Zo simpel is het. En op het moment dat ik dat doe, leef ik in mijn vibratie en zet mijn pijnappelklier, het is iets heel anders, maar het is de oorsprong van mijn wezen, wie ik echt ben, zendt draaggolven uit, instructies in het veld, waar het veld op afgestemd wordt. Wil je alsjeblieft jezelf eens gaan onderzoeken? Samen met mij, ik onderzoek mezelf ook. Iedereen doet het, ik doe mee, ik doe het al mijn hele bestaan hier. Ik stond als kind bij tandenpoetsen altijd met mijn gezicht voor de spiegel. Op de rand van de badkuip bij mijn ouders. Die er nu eindelijk uit is omdat mijn moeder een gebroken heup had. En nu ineens een douchecabine nodig had. Daar ging mijn badkuip waar ik altijd op stond. En ik stond op die rand altijd elke avond en ochtend met mijn gezicht zo scheef over de wastafel heen. In de spiegel stond ik naar mezelf te kijken. En ik was verbaasd over hoe ik eruit zag. En mijn zus, Irene, die vroeg altijd, wat doe je nou? Wat ben je aan het doen? En kijk naar mezelf. Nou, weet je nou nog niet hoe je jezelf uitziet? Nou, jawel, dat weet ik juist wel. En dan keek ik naar mezelf en dan zag ik het. Ik zag de dingen. En dan keek ik naar mezelf en dan zag ik ook de duistere dingen eromheen. Die in de velden aanwezig zijn. Ik zag het ook bij de mensen om me heen. Als kind ben ik ben dus hier echt als kind aanwezig geweest met ouders die ik zag door mijn ouders zag ik de velden heen reizen. Dat zijn, ik noem dat duistere velden. Dus echt lijnen aan informatie die er doorheen gingen. Dat ik af en toe in mijn bed lag en dacht echt van, nou, wie zijn ze morgen? Zulke liefdevolle mensen kon er allemaal zien. En onze grootste tegenstander is dat deel in onszelf
wie we niet zijn. En we willen het niet zien, maar wij willen het graag hebben over een andere koers. Dus nog een keer, wie ben jij eigenlijk? Ben jij echt werkelijk waar die persoon uit de bronwereld? Ja. En hoeveel daarvan, geïnfiltreerd door ons heen, toont dan dit gedrag waar je hele leven op gebaseerd is? Genezing is daar, herstel is daar, waar beseft wordt wat er allemaal mogelijk is.